Maar ik ben nooit zeg maar, mijn binding met de roots verloren. Die scenografie van een stad doelt er wel op dat het geen beurs is waar je zeg maar, de gangen afloopt, maar dat het een plek is waar de beleving ook centraal staat. Het stadsprogramma focust zich vooral op Bude Eiland. Design gaat voor mij niet over elitair of niet, maar design gaat wel over kwaliteit of niet. In welke mate op de kaart staat, niet zozeer afhangt van de grootte van de stad, maar van de kwaliteit die het biedt en ook de goede samenwerking tussen de verschillende partijen. De binding met de streek, het feit dat ik hier geboren ben, mijn familie, mijn vader Rick, mijn grootvader José zijn altijd heel erg verbonden geweest met de streek en de stad. Is voor mij toch wel belangrijk geweest in het doen van dit project met interieur. En want ik woon al ongeveer 20 jaar in het buitenland, eerst in Nederland en daarna in Italië. En dus voor mij was het ook een kans om op een creatieve manier weer die binding met zeg maar, waar ik vandaan kom, op een creatieve manier te versterken. En, want ik ben nooit zeg maar, mijn binding met de roots verloren. Ik heb altijd, ik heb in Nederland gewoond, maar ik ben altijd heel veel blijven terugkomen. En het is bijna zeg maar, tot het extreme toe dat ik als curator help om de vernieuwing te brengen in het stadsdeel. En mijn moeder vertelde me onlangs dat ik net daar waar we de nieuwe vernieuwing brengen, op het Bude-eiland, dat ik ook daar geboren ben. Dus veel dichter bij de roots kunnen we niet komen. Het feit dat ik het curatorschap combineer met voorzitterschap is geen voor de hand liggende combinatie. Maar het is een combinatie die een uitdrukking is van het feit dat enerzijds de VZ2 interieur echt wel een vernieuwing wou doorvoeren. Die enerzijds ook structureel is, bijvoorbeeld een uitbreiding met een stadsprogramma, maar tevens een vernieuwing, dat is dan ja, de kern ook waar interieur voor staat, een vernieuwing die creatief gedreven is. En zeg maar, vanuit die doelstelling van interieur, denk ik, verklaart die niet voor de hand liggende combinatie. En, maar het laat dus toe om samen met het team, samen met de bestuursraad, die vernieuwing concreet vorm te geven. Interieur is echt wel meer dan ooit, denken we, een biennale. En dat drukt zich heel duidelijk uit in het programma, die heel bewust verkiest voor een vermengeling. Dus wat je zult zien is dat in de expo hebben we eigenlijk een heel scenografie uitgewerkt. Een stadsplattegrond met straten, piazza's, bars, designinstallaties en natuurlijk het overgrote deel de stands van alle exposanten. Er zijn ook dit jaar daar meer dan 250 internationale exposanten. En, maar die scenografie van een stad doelt er wel op dat het geen beurs is waar je zeg maar, de gangen afloopt, maar dat het een plek is waar de beleving ook centraal staat. Beleving in de zin van je ontdekt een bepaalde hoek. Je kunt dus een goede pauze pakken om iets lekkers te eten, maar in de sfeer van het design. Er zijn piazza's waar je gewoon in stoelen van Prada kunt even relaxen. Dus we willen vooral ook dat de expo zich omvormt tot een tijdelijke designstad die wat ja, aangenaam vertoeven is. Het stadsprogramma focust zich vooral op Bude Eiland. Dus ja, het centrale gebouw natuurlijk is de nieuwe Bude-fabriek. Maar ook de Bude-toren, de paardenstallen van het museum. En we nemen ook de gelijkvloers in van de nieuwbouw van het Heilig Hart. Terwijl de invasie iets in het tweede weekend de oude villa naast het weekend letterlijk invadeert. En het feit dat eigenlijk de ontwikkeling van het programma van de biennale samenliep met de uitvoering van de werken van de fabriek, maakt enerzijds niet zo eenvoudig. Wij konden vorig jaar nog moeilijk de ruimtes inschatten. Dat kunnen we nu veel beter doen. Maar anderzijds zorgde het ook voor een synergie
tussen de tweede. Wij wilden bepaalde ideeën. En bepaalde van de ideeën konden we ook al communiceren voor de fabriek helemaal afgewerkt wordt. En het is een mooi voorbeeld van hoe er net door die goede samenwerking, in dit geval met het... met de mensen die de biofabriek beheren en interieur, wel een mooi synergetisch programma gevormd is. Vanuit de vernieuwing die heb de pool van de expo, dan hebben we rond het Buda-eiland. Het is natuurlijk heel belangrijk dat we dat goed verbinden. Niet puur functioneel, maar ook vanuit die beleving. We creëren een beleving op de expo. We wilden niet dat je uit die beleving geworpen wordt om dan naar de Buda te gaan. En daarom hebben we samen met Audi, zij zijn onze partner daarin, een gratis shuttle-dienst ontwikkeld. Waarbij je in een kleurbad gewendeld wordt, als het ware, in de expo. Je stapt in de Audi's en die, als ze wegrijden, blijf je in dat kleurbad zitten. Dus je blijft binnen diezelfde ervaring. Dat is niet het enige. De chauffeurs van de Audi, dat doen we in samenwerking met How West. Dus dat zijn ook veel creatieve studenten. Dus het is ook, wij zien het vervoer van die auto ook als een moment van een student om eventueel een belangrijke gast, is hij vrij om zijn ideeën te laten zien, misschien met zijn iPad. Dus het is een voorbeeld van hoe het een integraal creatief project is binnen de Biennale. De stad draagt niet bij daarin. Dit is een project die volledig door Audi gesponsord wordt. Design heeft niks te maken voor mij met iets elitairs of luxe. Puur aan zich. Er bestaat natuurlijk luxe design, er bestaat elitair design. Maar er staat ook heel veel zeg maar, democratische design. Design die ook dagdagelijkse leven beter maakt en helpt. Interieur is daar een reflectie van. En meer dan ooit... met het nieuwe programma hebben we zowel een overzicht van de succesvolle merken, designmerken, die dan voornamelijk in de expo staan. We hebben ook met het programma Ventura Interieur en Ventura Extra, die de open oproep is in de regio, in Kortrijk, hebben we meer dan ooit zeg maar, een open platform gecreëerd waarvoor iedereen mogelijk moet zijn om te kunnen deelnemen, mits selectie. Dus, het is een combinatie van dat we het platform breder opengetrokken hebben om ook meer lokaal een kans te bieden aan een lokaal talent. Maar altijd binnen, en dat kenmerkt interieur, binnen het principe van kwalitatieve selectie. Dus, omdat design gaat voor mij niet over elitair of niet, maar design gaat wel over kwaliteit of niet. Je hebt enerzijds die globalisatie. Ik zit nu en dan ook bijvoorbeeld in China. Als je ziet wat daar gebeurt op een dusdanige schaal, dan zou je kunnen zeggen van ja, Kortrijk is maar klein, compact. Je kan niet gaan wedijveren met de schaal van Shanghai. Maar wat wij gezegd hebben is, als het over kwaliteit gaat, als het over design gaat, is dat net een opportuniteit. Om het beleven van design in die wat compactere setting, bijvoorbeeld die unieke constellatie van de gebouwen op Buda-eiland, dat is net een kans. En ik denk wat dat betreft, dat we, laat het zo zeggen, ik denk dat de absolute doelstelling moet zijn dat het zo'n event met Kortrijk echt wel los van interieur die al internationaal op de kaart staat, maar ook als een breder event echt wel internationaal op de kaart gaat staan. En events als Kassel bijvoorbeeld laten zien dat in welke mate je op de kaart staat niet zozeer afhangt van de grootte van je stad, maar van de kwaliteit die je biedt en ook de goede samenwerking tussen de verschillende partijen. Enerzijds een beetje die uitbreiding van het programma in de stad, maar ook het feit dat tezelfde tijd bijvoorbeeld Lille-Tromille plaatsvindt met het fantastiek programma. Wat je eigenlijk krijgt, is dat je in deze regio nu echt wel een uitgebreid programma krijgt. En het feit dat het niet in één dag kan doen, zien wij eerder als een stimulans voor mensen uit de streek om een keer eventueel terug te komen. Maar ook naar internationale bezoekers toe.
is een grotere beweegreden om die moeite te doen om van ver eens tot hier te komen. Omdat daar echt wel nu een programma ligt die inderdaad, als je alles gaat doen, wel eens meer dan één dag kan zijn. Maar dat is natuurlijk een stimulans om iemand die van ver komt, zeggen van ja, ik ga wel die effort doen om tot een kort terug te gaan en interieur te doen. Maar de dingen die je niet mag missen in deze biennale, je moet natuurlijk beginnen bij de expo. Omdat, ja, zoals ik zei, we hebben daar een grote selectie van internationale merken. We hebben 3 tentoonstellingen binnen dat stratenplan in de expo. Er komen 4 project rooms te staan van internationale topontwerpers en topartiesten als Nindo, Greg Lynn, Moeder van Zeveren, Mackinken Bijen. Dus daar moet je zeker langs. En ik zou dan voorstellen van maak de dag wat langer. Begin in de expo. Na het einde van de dag toe zak af naar de Budde-eiland, waar je daar ook een prachtige selectie krijgt van het jonge geweld, de jonge ontwerpers, de jonge bedrijven, gemixt met 3 top project rooms van Ross Lovegrove, een wereldster in design, David Bowen, een fantastisch jonge artiest uit Amerika, en Troika in de paardenstallen, die een, volgens mij een sublieme installatie gaan doen met licht. En ik zou zeggen, sluit af in de bistro, waar je een uniek concept zult hebben in de bistro. Er zullen 200 verschillende designstoelen staan. Je bent vrij om zelf je stoel te kiezen. En op die manier eet je niet alleen in een creatieve setting, maar is het ook een manier om dat design weer meer beleving te zijn. Je gebruikt de stoel, je probeert, wat vind jij van deze? Dus dat zou mijn trilogie zijn. Begin in de expo, zak daarna af in de Budde, bekijk alles en drink er een goed glas op in de bistro.